VOCU opent haar deuren. Kom begin maart langs tijdens de open dagen in Amstelveen of Meidrecht en profiteer van speciale aanbiedingen. De politie heeft donderdag samen met de bewoners van Meidrecht in een heterdaadoefening inbrekers aangehouden. Na een inbraakmelding zijn de politie en bewoners op zoek gegaan naar 5 inbrekers. Een mogelijk verdachte loopt nu richting de koppie die op de kruising staat. Maar op de andere kant van de weg, daar waar de dijkers voor de deur staan. Agenten oefenen regelmatig dat soort situaties. Nu werden ook de bewoners via Burgernet actief gevraagd om mee te doen. In verband met een inbraakomgeving van de Roerdomp zijn wij op zoek naar 5 personen. Bij aantreffen graag bericht Burgernet 0800 0011. Alvast dank. Einde bericht. Agenten hopen door de oefening werkelijke heterdaad opsporingsacties beter te laten verlopen. Bij de zoektocht werden naast veel agenten ook een politiehond en een helikopter ingezet. De meeste inbrekers werden in de kraag gevat. Ook werd iemand aangehouden die aan het signalement voldeed, maar er later niets mee te maken bleek te hebben. Ja, we hebben de verdachte aangehouden en we gaan nog even wat verder checken, maar in principe... Bij de aanhouding werd verteld dat het om een oefening ging en de man kwam al snel weer op vrije voeten. Bij deze actie werden 2000 Burgernet-deelnemers bereikt. De politie liet op Facebook weten blij te zijn met de inzet van burgers. Een van de deelnemers probeerde een verdachte aan te houden. Daarover werd door agenten gezegd dat dit niet altijd handig is, omdat het gevaarlijk kan zijn. De politie kijkt verder tevreden terug op de oefening.